Deze hackathon heet Hackafly, doen we samen met Aéroport de Paris. Je kunt hieruit verwachten dat er apps worden gemaakt, websites, andere additionele dienstverlening voor onze passagiers, om alles de ervaring op onze luchthaven te verbeteren. Wat we zien vaak is dat er 's nachts zelfs doorgewerkt wordt en dat er heel weinig geslapen wordt. Ja, de afgelopen dagen vooral hier op Hackafly nauwelijks mijn ogen dicht gedaan. Ik heb eigenlijk zo goed als niet geslapen. Ik denk dat ik redelijk om vroeg naar bed ga vanavond. What's your app? It's called Surf. The application, if you just point in front of you, it will recognize the environment. And it's going to show you how to get to your destination. Yeah, by using augmented reality, so we put some arrows on the real scenario. Wat onze app in feite doet, is een seamless systeem maken waarmee mensen van helemaal vanaf het begin, van de check-in tot en met de gate kunnen gaan. En dat ze zich helemaal niet zorgen hoeven te maken om tijd of niks. Eigenlijk is de app permanent groen, totdat je merkt van hey, je moet nu al een beetje gaan haasten en dan verandert die langzaam naar geel. En als je echt te laat bent, dan heb je een rode app en dan gaat die ook trillen en dergelijke. Ja, onze app heet Travel Trackies. En het trackt de luggage op de airports. Dan kun je op je app zien, oké, over 20 minuten kun je je bagage ophalen en neem rustig een kopje koffie en dan kun je gewoon even ergens gaan zitten. Video 2. Bam. Zullen we dan ook met z'n allen zo staan? You have actually 3 minutes to pick your ID. Are we ready? Hackathon is belangrijk voor Schiphol omdat het ons gewoon innovatie brengt. Het brengt ons energie. En wat kun je nou doen in 48 uur? Nou, heel veel. En dat is natuurlijk ongelooflijk leuk, want wij doen vaak wat langer over projecten. We hebben 22 hartstikke leuke en mooie pitches gezien. Het was een waar feest. Het was echt hartstikke leuk. De winnaar van deze Paris Amsterdam Hackathon is Sir. What did you win? We're gonna attend a conference in San Francisco. We're entering an era in which an airport is not only an airport. Things need to be developed further. And by doing such things, such a hackathon, they really prove that they are the forefront of innovation, which is great.